Zit Eeuwin. Hé, Eeuwin. Eeuwin. Nou, die hoort me niet eens. Kom, Duffie. Hallo, kom, Duffie. Ga ruiken dan. Ruiken. Hé, tante Sollen op. Kom hier, daar, ruiken. Er zitten snoepjes in hoor. Kijk maar, lieve vrienden, allemaal snoepjes. Een hele, hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag zondag. Het is vandaag 12 januari en we leven 8 minuten over 4. Het is al laat dat ik de camera pak, maar dat heeft zijn redenen. Want als jullie mij zien, dan weten jullie dat wel. Ja. Dus ik wens jullie natuurlijk eerst een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Daar zit Eeuwin. Hé, Eeuwin. Eeuwin. Nou, die hoort me niet eens. Kom, Duffie. Hallo, kom, Duffie. Ja. Nou, die zit weer lekker te kauwen op een stukje van zo'n bot. Die ze boven op bed heeft. Daar had ze een stuk vanaf. Dat hebben we maar even meegenomen voor haar. Ja, want anders had ze niet het plan in haar hoofdje om naar beneden te komen. Nee. Dus dat hebben we meegenomen voor haar. Toch, Rijka? Ja, hè. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik zal hem omdraaien. Kijk, zo zie ik eruit. Niet goed dus. Nee. Knallende hoofdpijn. Ik heb lekker in het donker gelegen. Niks gedaan. Kijk, gisteren te veel gedaan en ik wou vandaag ook eigenlijk wel weer een hoop doen. Maar of ik het nog doe, dat weet ik niet. Nee, ik ga zo eerst eens even lekker een bakje koffie nemen en ik ga daarvan genieten. Ik vind het wel goed zo. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie verdere zondag. Het is hier triest en bewolkt en donker en grauw en rare lucht. Ja. Maar er is wel weer licht in de kamer, want de kerstboom is eruit, dus ja. Dat is toch wel weer aan één kant ideaal. Dan hoef je niet zo snel de lichten aan te doen. Maar oké, ik had vorig jaar zomer dat mijn begeleider van Verelo de rollator van de zolder had gehaald, die is van mijn moeder geweest. Had ik de GoPro eraan vastgebonden. Nou, dat gaat dus nooit te nemen. Dan moet het zo stabiel wezen en dat is het niet. Dus als ik nou weer de GoPro meeneem terwijl we lopen, dan doe ik in dat ding en hup, doe ik mezelf om. Is die ook niet stabiel? Want ja, je loopt. Maar jullie lopen ook en dan beweegt het ook. Dus het is net alsof je meeloopt. Dat is ook leuk. Ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet en tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb even boodschappen gedaan. Maar Rijka, die heb ik niet... Nee, die was echt niet stout. Die was wel stout. Hé, ik ben helemaal in de war. Ja, komt omdat ik hoofdpijn heb. Ze was dus stout. Ze deed niks anders dan janken en blaffen en blaffen en blaffen. Zoals ze van de week zo keurig netjes stil bleef. Maar nou was het janken. Maar oké, ik was binnen het uur heen en terug. Dus, maar ja, ze heeft wel wat lekkers gekregen. Ze heeft er eentje geopend. De rest moet ze nog, maar ze is strandnieuwsgierig naar hetgeen wat Kandalf allemaal aan het doen is. Ja, die ken ook wat van. En zo zien jullie dat ze bijna even groot zijn, hè? Qua lengte. Enkel Rijka is ietsje hoger dan dat Kandalf is. Nee, Kandalf, je bent net binnen. Dus we komen er nu niet uit. Nee. Nou, een Eeuwin die zit weer als gewoonlijk op haar troon. Ja. Kijk, de plantenbak heb ik maar daar neergezet. Die stond naast mijn bureau om de hoek. Maar dat kattenhuisje gaat naar boven toe. De kerstman ligt er nou in te slapen.
En dan komt daar de hondenman te staan, denk ik, vermoed ik. En voor de rollator haal ik nog een spin bij, als ze dat hebben, Big Bazaar. En dan in de hal daar tegen de muur onder de spiegel haken maken. Dat is om de hoek. Dat is hier tegen deze muur. Nou, dat kan. Want daar stond mijn rollator al eerder ingeklapt. Enkel dan mag Eeuwen er graag op leggen vannacht. Ja, en dan kan die omvallen. Dus dan even met haken in de muur boren. En, het is beton, dus dat kan wel, ja toch? Ja, en daar hangt die spiegel. Die is nog van mijn mama geweest, ja. En dus, nou, zo kan het toch. Ja, ik moet dat allemaal nog doen, lieve vrienden. Maar ik zou daar eigenlijk verder gaan. Vandaag. En zo naar de kamer werken. Maar ja, er is vandaag nog niks van terecht gekomen. Maar kom dan, ga ruiken dan. Ruiken. Hé, hey, tante Volle op. Kom hier, daar, ruiken. Er zitten snoepjes in hoor. Kijk maar, lieve vrienden, allemaal snoepjes. Allemaal ruiken. Niet aanbijten, dat mag niet. Niet aan mijn tripod. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Daar ook, hier. Daar moet je kijken. Hier, kijk. Daar. Zie, ja, zelf doen. Zelf doen. Nee, zelf doen. Zelf doen. Goed zo. Ja, nou, hier ook verder zoeken. Deed gisteren ook verder zoeken. Je bent moe van het geblaf en het gebrul wat je hebt gedaan, hè? Een uur lang, ja. Yeah. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder. Want ik wil nog even een filmpje in elkaar gaan zien te zetten. Ja, dat is Karen en Roderick. Van hun trouwerij. Kijk op mijn bureaublad. Dus, maar ik heb dat net allemaal van deze mobiel afgehaald. Er staat nog één filmpje op en dat is van vandaag plus deze. Dat zijn er de twee. Dus ik zeg het, toelidokies. Ja, nou zien jullie dat ik nog steeds niet in orde ben. Maar dan kan het pret allemaal niet broeien. Boeien? Ik ben helemaal in de war, hè. Merken jullie? Broeien, bloeien, ja. Amula. Ik zit dus wel weer in de troep even goed. Ja. En dan leef ik nog steeds zondag. 8, geloof ik. 8. Nee, niet waar. Later. Heel paar dagen later. Ja, 12. 12 januari. Rijka die ligt lekker op de bank. En ik zit weer in de troep, want de eettafel die staat weer vol. En dat raam is leeg. Die moet ik zo meteen lappen. Juist nu, lekker donker. Krijg je geen strepen. Dat hangt er nog wel. Eén kant is de flinger al weg. Daar hangt hij nog. Nou, dat kan morgen wel weer. Ik wil eerder het raam klaar hebben. En dan zien we wel weer. Wat, ja. Ik wil er weer een citraatje voor. Lekker weer netjes hebben. Schoon hebben. De boel weer op orde. En dan gaan we zo langzamerhand weer de kamer in. En nou ja, er zijn stond met die slingers bezig. Dus dat halen we daar dan ook gelijk weer weg, weet je. Dus, maar ik denk toch dat ik andere jaar niet meer zoveel slingers of boel ga hangen, want je moet het ook maar weer weghalen. En ik ben zat, het wordt me te veel. Tenminste momenteel, ja, dat kan ook komen omdat ik me niet goed voel, hè. En het heerst weer. Ik ben nog niet, ik voel me beter geweest van de vorige griep en het komt weer. Kanonnen, het is gewoon niet leuk meer. Hoofdpijn tot en met, je wilt niet weten. Ja, en dan heb ik in principe al vanaf 1 juni 2010 loop ik dus dagelijks al met hoofdpijn. Dat heet chronische hoofdpijn. Gaat ook niet meer over. De ene keer kan ik ermee dealen, de andere keer kan ik er niet mee dealen. Nou wordt het tegen dat ik vanochtend wakker werd, zat het tegen migraine aan. Dan ben ik vroeger ook een heftige migraine patiënt geweest. Ik heb het dus nog, maar
niet zoveel als vroeger meer. Maar het is niet prettig. En waarom vanaf 1 juni die chronische hoofdpijn? Toen kreeg ik van mijn liefhebbende mannetje te horen dat mijn moeder was overleden. Gaat je niet in de koude kleren zitten. En toen heb ik zo gehuild dat daardoor kreeg ik hoofdpijn en dat is nooit meer overgegaan. Dus naar de dokter toen, dit en dat, dus een middeltje dit. Blijkt het chronische hoofdpijn te zijn waar niks aan te doen is. Ja, leer er maar mee te leven. Nou ja, oké, dan ga je ermee leren leven, maar leuk is het niet. Kan ik je vertellen? Nou, jullie zien, bak je koffie erbij. En ik weet niet eens hoe laat het is. Ik zal ook eens even naar kijken. 3:30. Nou, weet je wat? Laat het even, ik ga een broodje klaarmaken. Die heb nog even staan, dat zal ik even losmaken. Dat zal wel vast zitten, maar je hebt genoeg te doen daar, hoor. Want er zit ook op die konijnenoor heeft ze, zit een bordje en zit er genoeg te kauwen en dat krijgt ook naar binnen. Maar ze moet ook dat eten weer, dus ga ik even losmaken. Dat is voor vanmiddag, maar dat is nog over. Nou ja, eerst dat opeten voordat ze nieuw krijgt. Ja toch, moeten kinderen ook en hondjes ook. Simpel wat. Maar oké, komt allemaal goed lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Dat ga ik op mijn manier ook proberen te doen. En ik zie jullie aan de andere kant van de nacht wel weer terug. Tot dan, ik zou zeggen, welterusten. Doei!